De Rindeminsdag. Wat gaan we doen op de Rindeminsdag? Wel, we gaan vooral niet koken, we gaan vooral niet tappen. Er zijn vier blokken die we eigenlijk willen behandelen. Maar ik wil vooral onderlijnen dat je geen schrik moet hebben dat het een heel theoretisch gedoe gaat worden. Het zal niet moeilijk zijn, we willen het net zo praktisch mogelijk maken zodat je me ongelooflijk veel tips naar huis wandelt die je morgen al kunt toepassen in je bedrijf. Het eerste wat we willen weten is aan onze gerechten... We hebben het samengevat met de vier wijs. Wil je geld verdienen aan je gerechten en aan je dranken? De vraag lijkt mij ja, bijna geen antwoord schuldig. Natuurlijk, het is trouwens geen optie, want we moeten heel veel rekeningen betalen. Gelukkig hebben we vandaag een digitale tool die we gaan toepassen, die we gaan gebruiken. Waar ik jullie leer... Gewoon om een receptenboek op te stellen en zonder dat je rijke hebt vastgehad, dat je ook van achter de wiskunde van je recept, de calculatie van je recept, tevoorschijn ziet komen. Dus daar gaan we praktisch mee aan de slag en we gaan een aantal praktische, simpele oefeningen mee maken. Eerste stap om mee naar huis te nemen. Het tweede is: van de W, wil je weten hoe je prijsopbouw moet opmaken van je kaart? Heel simpel. Er zijn een aantal marketingtechnieken, een moeilijk woord, wat we misschien niet altijd gebruiken of bewust gebruiken in onze zaken, maar waar we alle dagen tegenaan lopen als we gaan shoppen. Stel je voor dat je in een supermarkt een assortiment zou hebben en je zou een aantal producten zien, goede producten, en dat zouden in het schap de goede producten zijn in aantal. Je hebt een aantal dure producten in dat schap en die. Aantallen liggen meestal bovenaan en dat zou je prijsverhouding zijn in dat schap. Zou je dat logisch vinden? Ik denk het niet. Ik denk als je naar een schap gaat kijken, dat je verwacht dat er een aantal goedkope producten zijn en dat er een aantal dure producten zijn. Maar het meeste van de keuze verwacht je natuurlijk in het midden van dat schap. Is dat bij jullie op de kaart ook zo? Wist je trouwens dat je in een prijsopbouw dat je klant het heel logisch zou vinden om van je goedkoopste aperitief, bijvoorbeeld 8 euro, je duurste aperitief 24 euro zou vinden? Een factor 3 kunt je toepassen op je apparaat. Hoe kun je dat meten? We noemen dat menu-engineering. Maar ook weer een praktische tool die je morgen kunt toepassen op de analyse van jouw kaart in jouw bedrijf. Het derde punt waar we naartoe gaan: dat is. Wat gaat onze klant kiezen? We hebben allemaal deze menukaarten. Er zijn ongelooflijk veel vormen, ongelooflijk veel kleuren, ongelooflijk veel formaten. Maar dikwijls, door snel te werken, gaan we kaarten gewoon vullen. Zonder bijna na te denken, staat dat product wel op de juiste plaats? Zien de mensen wel dat we culinaire waard zijn? Is dat wel de prijs die we eigenlijk voor dat gerecht willen hebben? En landt je, land je klant op dat gerecht dat misschien voor mij het meester in de is? Dat kunnen we beïnvloeden. En dat zien we in het derde laak van die er in de dat wordt we praktische tips geven om je restaurantkaart te herontdekken, of voornamelijk de klanten die te laten herontdekken, op een meer rendabele manier voor jou. En dan, ja, misschien de belangrijkste vraag, is wat er gebeurt er met al dat geld in mijn onderneming? Waar gaat dat naartoe? We hebben KPIs in andere industrieën, kengetallen, allemaal cijfertjes, maar die wel heel belangrijk zijn. En we moeten die kennen in ons bedrijf. We kunnen niet wachten op de informatie van onze boekhouder, want die mensen doen heel goed hun best, maar hebben een heel andere taak. Wij maken die KPIs voor jou duidelijk hoe dat je ze kunt opvolgen. We leren jou ook uitrekenen hoeveel personeel dat je mag inzetten, hoeveel uren mogen er op een uurrooster komen. Allemaal praktische tools waar je op het einde van de dag mee naar huis wandelt en waar je morgen onmiddellijk mee aan de slag kunt. Heb je een hele dag tijd? Geen probleem. Dit zijn de twee blokken. S ochtends rekenen we F&B en gaan we kijken naar je menu-engineering, logische prijsopbouw van je kaart. En in de namiddag gaan we ons meer concentreren op de rentabiliteit, en het rendabel schrijven van onze menukaarten. En eens kijken naar ons verdienmodel. Waar gaat al dat geld naartoe? Maar het liefst van al zou ik je de hele dag zien. Je gaat ongelooflijk veel informatie krijgen. Maar niet alleen informatie die theoretisch is. Je gaat praktische tools krijgen om mee naar huis te wandelen. En morgen meer geld te verdienen. Je werkt hard in je bedrijf. En je verdient ook om dat geld te verdienen. Tot binnenkort.